Het is video aardappelmarktbericht speciaal voor Boerenbusiness vandaag maandag 2 maart en mijn naam is Edwin Burgers. De situatie in de aardappelmarkt blijft toch erg weerbarstig om zomaar uit te drukken. De afgelopen periode leek er toch wel wat herstel van de markt. We zagen dat aan de verschillende noteringen terug over Europa verspreid, wat stijgingen daarvan. En we zagen het ook terug aan de termijnmarkt, de april 2015 notering. 2 januari, om maar eens een voorbeeld te noemen, werd er nog genoteerd voor de aprilnotering 4,10 euro. En along the way de afgelopen weken stegen we naar 5,50 euro. Nou, we zien dat de markt weer terugzakt en vandaag sloot hij weer op 4,40 euro. Dus eigenlijk zijn we weer een beetje terug bij af van het niveau waar we eigenlijk begin van het jaar stonden. Ja, blijkbaar is er dus duidelijk geen ruimte voor eigenlijk meer stemmingen voor een hogere, of voor meer stemmingen, voor een betere stemming en voor hogere marktprijzen, jammer genoeg. En we zien dat ook wel terug in de exportmarkt. De exportmarkt toch eigenlijk dat wat een beetje de kar zou moeten trekken. En daar was toch ook wel duidelijk sprake van in het eerste deel van het seizoen. En vandaag aan de dag haakt dat toch enigszins wat af, die export. We zien het ook terug aan de notering, met name ook in Rotterdam, die voor de 5e opeenvolgende week zeg maar lager noteert. Het is niet veel, maar het kalft steeds een beetje af. Ja, en dat is natuurlijk geen goed teken als het gaat om die kant van de markt. Voor de laatste fase van het seizoen ja, mogen we in eerste instantie gewoon niet negatief zijn. Kwaliteit zal bepalend zijn tegen die tijd. En dan praat ik over de maanden mei, juni. Kwaliteit is belangrijk, ik zei het net al. Maar ook zeg maar het voorjaar. Hebben we een vroeg voorjaar, hebben we een laat voorjaar. Dat zal de stemming tegen die tijd gaan bepalen. We zien het ook terug aan de termijnmarkt voor juni. Die noteert substantieel toch een stuk hoger dan die april. We sloten vandaag rond de 6,10. Vorige week nog even 6,70 euro geweest voor die juni notering. Hou wel overigens rekening met het feit dat het eigenlijk een veredelde mei notering is. Want 5 juni wikkelt dat contract al af. Zoals gezegd, leuk en aardig dat misschien de laatste aardappels voor hogere prijzen weg zullen gaan. En daar moeten we ook maar op hopen natuurlijk. Maar grosso modo maakt het voor de gemiddelde marktprijs die we met z'n allen ontvangen hebben afgelopen maanden niet zo gek veel meer uit. En moeten we toch concluderen dat seizoen 2014-15, oogst 2014, toch als zeer, zeer matig de boeken in zal gaan. Voor alle aardappelmarktberichten, ook op Boerenbusiness, ga naar aardappelmarkt.nl. Of volg ons op Twitter, #aardappelmarkt en dan volg mij, @EdwinBurgersDCA.